Hallo, welkom bij deze korte tutorial over het maken van een klassendiagram en een sequence diagram in Visual Paradigm. Ik heb Visual Paradigm al geopend en laat ik maar eens beginnen met het maken van een nieuwe klassendiagram. Ik ga naar de UML diagrammen, ik kies klassendiagram. Ik ga een klassendiagram maken van de studentenadministratie. Ik geef mijn klassendiagram de naam Student Admin Class Diagram. En vervolgens ga ik twee klassen toevoegen. De eerste klasse zal de studentenadministratie zijn. En de tweede klasse zal de klasse Student zijn. Ik select Class, sleep het naar mijn canvas toe en ik kan de naam invullen. Zo'n studentenadministratie zal ongetwijfeld meerdere instanties van de studentklasse bevatten. Dat kan ik aangeven met behulp van een compositierelatie. Dat gaat in Visual Paradigm als volgt. We zien hier de associatie en in plaats van de associatie kiezen we compositie. En nu kunnen we van de studentenadministratie naar student een relatie leggen. En die relatie die noemen we contains. Nu kunnen we ook nog aangeven dat we van de studentenadministratie naar student kunnen navigeren. Nou, dan moet de navigatie naar student toe moet true zijn. Dat is hier ook in dit geval. En de administratie de andere kant op moet dan false zijn. En we zien dus inderdaad een pijl naar beneden. Nu kunnen we ook nog aangeven dat er wellicht 0 of meerdere studenten zijn. Dat doen we met multiplicity. En dan kunnen we aangeven, bijvoorbeeld met de ster, dat er meerdere instanties van student zijn. Zo'n studentklasse zal parameters, maar velden bevatten. Die kunnen we ook invullen. Dan gaan we naar de specificatie toe. En die velden, die heten attributes in het Engels. Laten we maar een paar toevoegen. Voornaam van type string. Achternaam, ook van het type string. En geboortedatum. Voor geboortedatum zouden we zoiets als date time willen kiezen, maar die zit niet in hetgeen wat standaard aangeboden wordt door Visual Paradigm. Nou geeft dat niet, want we kunnen het ook zelf invoeren en dat gaat op deze manier. De studentenadministratie zal ongetwijfeld een methode hebben om een student toe te voegen. Ook dat kunnen we aangeven. Zo'n methode, dat heet een operatie. Die operatie krijgt de naam addStudent. En voor return type zullen we een integer kiezen. Dat wordt namelijk het studentnummer. We kunnen ook parameters toevoegen. En laten we als parameters de voornaam van type string de achternaam ook van het type string en de geboortedatum toevoegen van type date time. En we zien nu dus dat bij de studentenadministratie inderdaad de methode addStudent is toegevoegd. We wilden bij de addStudent een studentnummer retourneren. Dan zal het natuurlijk ook handig zijn om dat bij student op te slaan. Ook dat kan wel. We kunnen dan bijvoorbeeld voor kiezen om met addAttribute een nieuw attribuut toe te voegen.
Dit is dan student nummer van integer. Dus ook een manier om een nieuwe attribuut toe te voegen. We kunnen ook weer de specificatie openen en naar de attributen toe gaan. Hier zijn de attributen en dan als we deze selecteren, kunnen we ervoor kiezen om het studentnummer als bovenste attribuut weer te geven in het klassendiagram. Dat doen we door een paar keer op de groene pijl te drukken. Nu zie je dat het studentnummer inderdaad naar boven is gegaan. We missen nog de constructor voor zowel de studentenadministratie als de student. Nou, laten we die voor de student alvast toevoegen. Dat is een operatie. En die operatie heeft de naam student. We kunnen nog parameters toevoegen. Ik heb nu de specificatie geopend van de operatie met de naam student. Dus dat is eigenlijk onze constructor. Die heeft geen return type, maar die heeft wel een aantal parameters. En die parameters zijn weer de bekende parameters, namelijk de voornaam. De achternaam en de geboortedatum. Dan type date time. En nu zien we dus inderdaad dat er een constructor is toegevoegd. Ook bij studentenadministratie kunnen we een constructor toevoegen. Ja, ik zag daar, ik heb nu eigenlijk methode geselecteerd. Dat wil ik niet. Die gooi ik nu weg. Want ik wilde een constructor toevoegen. Kijk, daar staat hij al. Nu zijn we eigenlijk klaar met ons klassendiagram en zouden we een sequentiediagram kunnen maken om te laten zien wat er eigenlijk gebeurt als we de addStudent methode aanroepen. Nou, laten we maar eens een sequentiediagram maken. We gaan dan weer naar UML en we selecteren Sequence Diagram. En dan mag je zo meteen op het volgende filmpje verder kijken hoe dit afloopt.